Suriname zit nu in de derde review van het Internationale Monetaire Fonds, IMF. De fysieke missie van 7 tot en met 11 augustus was om na te gaan wat er nog moet gebeuren naar de afronding van de review die in de derde week van september moet plaatsvinden. Karel Eckhorst, die namens Suriname deel uitmaakt van de Executive Board van het IMF, zegt aan onze redactie dat een ieder het heeft over het geld dat komt vanuit het fonds, maar bij de onderhandelingen gaat het vooral over de hervormingen, zoals het versterken van het institutioneel en wettelijk kader van de Surinaamse economie. Omdat dit zich niet meer mag herhalen. We hebben deze golven om de 5 tot 10 jaar. We gaan... Als we goede prijzen hebben voor olie, goud, vieren we feest. En na 5 tot 10 jaar, dan dropt het allemaal weer. Maar kunnen we daarop niet voorbereiden dan, als we weten dat de golven om de 5 tot 10 jaar komen? We kunnen daarop voorbereiden. En daarom moeten we de instituten versterken. Ja. Niet alleen de instituten die ik daarnet heb opgenoemd. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook zaken als het spaar- en stabilisatiefonds. Ja. Dat in feite is... voor sparen voor de toekomst, voor toekomstige generaties. Maar ook om overheidsfinanciën te stabiliseren. Ja. Omdat je in de opgaande conjunctuur, wanneer er veel wordt verdiend in de economie, je precies eruit haalt wat je nodig hebt om economische ontwikkeling te stimuleren. De rest, dat misschien veel is, te veel is, spaar je. Waar er ook aan wordt gewerkt, is het verbreden van de basis van de wet op de BTW-belasting. Het streven is om voor het reces van de Nationale Assemblée in september de amendementen in de BTW-wet aan te nemen. Evenals andere financiële wetgeving in het kader van het IMF-programma, met name een nieuwe aanbestedingswet. Eckhorst legt uit waarom er een verbreding van de basis van de BTW-wet moet komen. De BTW-wet functioneerde niet zoals het moet functioneren. Het zou niet kunnen op in zijn toenmalige vorm, zoals is aangenomen in december 2022, zouden wij niet de inkomsten binnenhalen die wij op onze begroting hebben aangegeven dat de BTW zou moeten binnenhalen, zodat we gezonde staatshuishouden konden hebben. Dus het zou meer moeten zijn. Maar niet meer in het verhogen van die tarieven, maar meer in het verbreden van de basis. Er zijn sectoren eruit gelaten die zouden kunnen helpen veel meer op te brengen, zodat we de uitgaven zouden kunnen dekken. We hebben een begroting gemaakt als Suriname en dat is het enige wat IMF vraagt. Voer jouw begroting uit zoals je het hebt aangenomen. Het is niet volmaakt, maar het is in elk geval kunnen we het als anker gebruiken voor dat programma. Het IMF constateert een langzaam herstel van de economie. Het groeit nog niet hard genoeg om die herverdeling te doen naar de samenleving, zegt Eckhorst. Op macroniveau is de groei 1,3% en de verwachting voor 2023 is dat de groei nog iets verder zal stijgen naar 2,3%. Het volledige gesprek met Karel Eckhorst ziet u binnenkort via ATV in een extra aflevering van ons programma